Stripvrienden, welkom op deze monsterdag. Oh, wacht even. Nee, het is geen monster. Het is donderdag. Dat bedoelde ik te zeggen. Nee, wacht even. Nee, ik bedoel wel monsterdag. Want ik heb namelijk een strip over monsters, Donjon Monsters is een spin-off van de grote reeks donjon bedacht door Johan Swaar en Louis Trondheim. En meteen al op het schutblad vind je even. Een beetje een uitleg van hoe dat donzon universum in elkaar zit. En het is een hele interessante spin off want hierin komen bijfiguren uit die hoofdreeks, die krijgen hierin een hoofdrol. Het scenario hiervan is geschreven door Louis Trondheim en Joanne Svar. Het is ook meteen de eerste kennismaking die ik überhaupt met Louis Trondheim en überhaupt met deze hele reeks heb. Nou ja, je hebt het net gezien, er zijn enorm veel boeken van, dus ik ga. En niet te veel op in, want ja, zo bekend ben ik er niet mee. Ik hou het even bij dit boek: Donjon Monsters, Harry bij de Brows, het zesde deel uit deze reeks. Het tekenwerk in dit boek is van. Johan. En Johan die kende ik eigenlijk alleen nog maar van de reeks Robbedoes en Kwabbennoot. Het verhaal is enorm grappig. Als je dat hele verhaal leest, want in het begin had ik toch een beetje mijn twijfels van... is dit nou grappig, is dit wel leuk? Maar toen ik helemaal aan het eind kwam, toen had ik even iets van... wauw, dit zit toch wel heel erg goed in elkaar. Dat vind ik heel erg knap. De hoofdpersoon in dit verhaal is Grogro. -gro. En Grogro -gro is niet zo slim. Maar hij krijgt wel een hele belangrijke missie die hij helemaal geheim houdt. Niemand mag wat van weten. Hij moet... Bier gaan halen. In een stad waar allemaal konijnen wonen. Daar, daar, dat zijn de brouwers en daar hebben ze een goede relatie mee. En Grogro -Gro, moet dat voor het eerst helemaal alleen doen. Hij wordt op pad gestuurd en dan kom ik even meteen bij de cover van dit album. Want daarin zie je deze Grogro -Gro en dat beest waar hij op vliegt. Maar als je deze cover in je handen hebt, en ik, ik denk dat dat over de camera niet helemaal naar voren komt. Maar ja, de manier waarop dit gedrukt is, sommige stukken zijn wat glimmender en sommige wat mat. Dat geeft een heel bijzonder effect en wat dat betreft deze cover is een absolute eye catcher. Die vind ik heel erg mooi. En ik kan je meteen laten zien dat dit dus die Grogro -Gro is en dat beest waar hij op zit die hem naar die stad van de Korijen moet brengen en waar hij dus dat bier mee moet gaan halen. Die Grogro -Gro, krijgt al vrij snel als hij op weg is honger. En hij denkt, weet je wat, ik eet gewoon een beest op. Briljante gedachte natuurlijk. Hè? Je, je, je vliegt op je eten. Maar hij is wel zo slim om te denken ik eet niet zijn kop op. Want die heeft hij natuurlijk nodig. Weet je wat, ik eet gewoon een vleugel op. Veel slimmer idee, absoluut. Hij valt dus uit de lucht naar beneden. Daar komt hij een ridder tegen. En ja, meteen al wordt hij voor. Iets of iemand anders aangezien dan wie hij is. En dat blijft het hele verhaal doorlopen. Ook als ze uiteindelijk met z'n tweeën bij die stad van de konijnen komen. En hij dat bier wil. Daar, daar wordt hij ook weer voor iemand anders aangezien. Daar moet hij iets doen. Nou, het wordt natuurlijk een hele grote puinhoop. Hij wordt uiteindelijk wordt hij gevangen genomen. Hij, ze willen hem als slaaf verkopen. Maar dat lukt op de een of andere niet. Want nou ja, het lukt op de een of andere niet. Niemand wil hem. Uiteindelijk geven ze maar cadeau aan iemand. Hij. Komt uiteindelijk in de arena terecht. Nou ja, goed, de puinhoop wordt alleen maar groter. En de vraag is natuurlijk even, gaat hij ooit nog met dat bier terugkomen? Daarvoor moet je natuurlijk dit boek zelf gaan lezen. Bij de stripwinkel kun je hem vinden. En ik kan het je zeker aanraden, want ik zeg al toen ik helemaal aan het eind was, toen zag ik even hoe, hoe knap dat scenario eigenlijk geschreven is. Dat je echt bedenkt van, goed, hoe, ja, hoeveel ellende moet hij nog meer overkomen? En hij is niet zo slim, dus hij snapt ook niet allemaal hoe het zit... Of toch eigenlijk wel. Nou, dat, dat is dus het leuke aan dat figuurtje. En dat is het leuke wat je met dit soort reeksen kan doen. Het is gebaseerd op Dungeons and Dragons. Dat is natuurlijk al een spel waar je enorm veel fantasie in moet gebruiken. Nou, al die fantasie hebben ze in dit boek gestopt. Ze hebben een enorm absurde wereld gecreëerd met de meest, ja, vreemde wezens erin. Je moet alle logica echt even overboord zetten. Maar als je dat doet, heb je hier een ontzettend leuk boek aan. Dus wat dat betreft zeg ik wat ik net al zei. Vind je het interessant, ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan naar de stripwinkel en ga daar Donjon Monsters halen. Deel 6 Harry bij de Brouwers. Of kijk naar een van de andere delen waar een van de andere personages uh, in een hoofdrol in spelen. En elk album is getekend door een andere tekenaar. Dus je ziet dan ook meteen weer even andere tekenstijlen. Kan ook heel interessant zijn. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier met Donjon Monsters. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.